ik denk dat een achterban het allerbelangrijkste is van een voetbalclub. Ik ben niet de eerste die zegt dat de club natuurlijk van de supporters is. En hoe groter die achterban is, hoe beter dat ook is. En je ziet bij Ajax vooral dat die achterban zich over heel Nederland verspreidt. Dat we in alle provincies enorm veel leden hebben. Sterker nog, we hebben zelfs een afdeling België. Dus ook in België zit een flinke aanhang van Ajax. Nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Hoeveel leden telt de sportvereniging van Ajax op dit moment? Op dit moment hebben we bijna 81.000 leden. Het is daarmee de grootste supportersvereniging van Europa zelfs. En onze ambitie is om hopelijk dit seizoen of in ieder geval volgend seizoen uit te groeien naar 100.000 leden. Zodat we ons achtervolgers echt op afstand kunnen zetten. Wat komt er allemaal kijken bij uw werkzaamheden als voorzitter van de supportersvereniging? Nou, in goed overleg met niet alleen de club, maar ook met onze vrijwilligers en de organisatie van de sportsvereniging proberen we beleid uit te zetten voor de komende jaren. Waarbij we natuurlijk ook een beetje optreden als consumentenorganisatie voor de supporters. Dat betekent dat we opkomen voor de belangen van de supporters. Niet alleen bij wedstrijden, maar alles ook wat er omheen gebeurt. Zoals we allemaal weten, overal waar Ajax komt. Is dat groot nieuws? Er gebeurt altijd wel wat. Supporters kunnen niet vrij reizen naar wedstrijden. Dat is niet in alle gevallen terecht. Daar proberen wij wat aan te doen. We geven een krant uit, één keer in de twee weken. In een enorme oplage waar iedereen op de hoogte blijft van alles wat er rond de club gebeurt. En dan hebben we ook nog een website, ajaxlive.nl, waar dagelijkse updates zijn over wat er met de club gebeurt. En daar kunnen supporters ook zelf aan meedoen. Dus ja, het is een heel breed scala van zaken die we doen. Nou, er zijn veel veranderingen dit jaar. Marco van Basten is gekomen, Uri Coronel is voorzitter geworden. Wat zijn uw verwachtingen voor de komende seizoen? Nou, het is goed dat er een frisse wind Ajax is gaan waaien. Dat was denk ik ook wel nodig. En met zo'n hoofdtrainer zijn de verwachtingen natuurlijk hoog gespannen. En zijn we vol vertrouwen voor het nieuwe seizoen. Ik denk ook dat Ajax op dit moment een van de beste selecties van Nederland heeft. En één ding telt nu en dat is gewoon de club en het succes. En als supporters zijn wij vol vertrouwen voor het nieuwe seizoen. En ik denk ook dat het goed gaat aflopen. En dat zou heel mooi zijn.